Dit is een waterstofatoom. Een waterstofatoom bestaat uit een proton en een elektron. Een waterstofmolecuul bestaat uit twee atomen die elkaar vasthouden met behulp van de elektronen. Een auto die op waterstof rijdt, haalt energie uit waterstofgas. De waterstofmoleculen, of H2, worden naar een membraan geleid. Als het waterstof is aangekomen bij het membraan, splitst het zich in twee waterstofatomen met behulp van de katalysator, een stof die de reactie versnelt. Het proton van het waterstofatoom gaat door het membraan, maar het elektron kan er niet doorheen. De elektronen gaan via een omweg naar de andere kant van het membraan, namelijk door de motor. Deze elektronen worden gebruikt om de motor te laten draaien en de auto aan te drijven. Als de elektronen door de motor zijn geweest, komen ze aan de andere kant van het membraan uit. Daar wordt de zuurstof uit de lucht de waterstofcel ingepompt. Een zuurstofatoom reageert dan met twee waterstofprotonen en met twee elektronen, waardoor er dus weer twee complete waterstofatomen zijn die zich hebben gehecht aan een zuurstofatoom. Hierdoor krijg je H2O, beter bekend als water. De uitstoot van de auto is waterdamp. Op waterstof rijden is dus niet schadelijk voor het milieu. Waterstofgas is daarbij ook nog eens een hele veilige stof. Het is niet corrosief, dus het beschadigt niks, niet kankerverwekkend en het is niet giftig. En we kunnen oneindig veel waterstofgas blijven maken. 75% van het heelal bestaat uit waterstofatomen. Dit betekent oneindig veel brandstof voor altijd. Het tanken van waterstofgas gaat ook nog eens heel snel. Met 3 minuten heb je een volle tank. En met zo'n volle tank kun je zo'n 600 km rijden. Waterstof is ook nog eens heel zuinig en dus goed voor de portemonnee. Dus rijdt jouw toekomstige auto ook op waterstof?